Hoi allemaal, Vincent hier van Gamer Geeks. Leuk dat je kijkt, maar ik snap wel waarom jij kijkt. Want jij zag die titel en jij dacht van... Gniffel, gniffel. Dit videootje wil ik wel eens eventjes gaan bekijken. Stiekem in het donker onder mijn dekentjes op mijn matrasje. Ja, ik heb eventjes moeten nadenken of ik deze video wel wilde gaan maken. Want je weet het hoe het is met dit soort type video's. Als je er eenmaal aan begint, dan ben jij die perf die voor eeuwig en altijd terug te vinden is op het internet die dit soort type games speelt. Maar onder de noemer educatief onderzoek denk ik dat ik toch mijn handen hier eventjes aan ga branden. Dames en heren, ik presenteer u Tycoon Porno Studio. Ja, ik kreeg het verzoek in mijn e-mailbox om deze game te gaan reviewen. Ik kreeg een heel vriendelijk verzoek van... Hey Vincent, wil jij een game met mooie graphics en bijzondere gameplay? Dan moet je dit spel gaan spelen. Ja, we waren in de Gamer Geeks app aan het vechten om de key. Oké, het is de allereerste keer dat ik dit spel ga starten. Ik weet dus absoluut niet wat de bedoeling is. Maar ik hou Rollercoaster Tycoon in mijn achterhoofd. En met die kennis moet dit vast gaan lukken. En we zijn gestart. Oh, wacht. Directing. Ik ben goed in regisseren. Ik ben goed in camera. Ben ik goed in marketing? Het wordt nu persoonlijk. Welke keuze moet ik gaan maken? Welke keuze moet ik gaan maken? Analytisch. Of ik de trends volg. Weet ik veel wat voor trends er zijn binnen porno? Wat voor character ben ik? Oh mijn god, het wordt gewoon persoonlijk. Het wordt persoonlijk. Ik ben Vincent, de filmmaker. En mijn studioname, dat wordt niet mijn bedrijfsnaam. We houden het gewoon lekker op Gamer Geeks. Zo. Nee, ik ga ook niet Vincent. Vince. Film. Vince. Vincent. Vince. And. Shit, sorry. Character neem gewoon Bobby. Haha! Wat voor naam ga ik hiervoor gebruiken? Ja, ik wil niet zo'n Tinky Winky-achtige naam of zo. Ik wil... Wat? Godverdomme. Oké. Vincent. Bij Gamer Geeks. Nou, we gaan filmen. Want het is de bedoeling dat ik ga filmen. Oké. Mijn agency. Oh! Volgens mij... heb ik nou iets gekocht al? Maar... Oké, je hebt dan wel echt een goed bedrijf. Echt een goed lopend pornobedrijf. Als dit je setting is of zo. Dan heb je het wel echt gewoon voor elkaar. Dan heb je het wel echt voor elkaar. Oké. Nou. Ik vind wel dat als we gaan starten... dat we wel gewoon een goede actrice moeten hebben. Oké, zij kan een week lang... kan zij voor ons werken. Hebben we niet iemand in Nederland of zo? Nederland die staat niet meer op de pornolijst. Ik ken ook geen Nederlandse pornoactrices of zo. De enige, dat is die bejaarde die de eigen zender heeft op de Nederlandse televisie. Ook die griet. Kim Holland. Ik stel voor dat we een goedkope man nemen en een wat duurdere classy vrouw. Waarom? Die man die komt toch amper in beeld. We willen geen man in beeld. Wat is vanilla? Ik weet niet wat vanilla inhoudt. Honey, fire. Of Trinity Danger. Zij is goedkoper. Trinity. Nice to meet you. What the fuck? What the fuck? Nice to meet you. Hier, Brandon Rock. Nee, hij heeft een sixpack. Oké. Dit is nog een complex spelletje ook, zeg. Je moet hier nog bij nadenken. En trouwens, ik begrijp tot dusver nog niet waarom dit spel geband wordt op streaming platformen als Twitch. Er gebeurt echt geen ene fuck. Nou, we gaan terug. Oh, wacht. Ik zag hier iets. Wat is dit? Oh. Dit is zo... I'm waiting for you. Dit is zo fout.
dit is echt fout. Hij staat er als de perf, staat hij daar naar haar te kijken. Want niemand ziet dit. En we gaan beginnen. Ik ben toch de director en de cameraman en actress. Vincent did two parts. Oké. Okay. Record. Ik druk gewoon op record. Ik doe zowel het licht als het camera als de regie. No, that's fine. We're starting to... Wat gebeurt hier nou allemaal? Upset stomme... Wat is dit? Een GoPro? What the fuck is dit allemaal? Wat is dit? Please, sir. Oh, sir. Wat de... Al die toeters en bellen, waar gaat het over? Wat is... Oh, ze zijn waarschijnlijk nu aan het filmen. Oh, really? Seriously? What is that? Ja, dat vraag ik me ook af. Oh, ik moet hem minder geblurred maken. Ik snap hier echt geen ene... Ik snap hier helemaal niks van. Oh, jij bent weer hier? Give it to me. I'm waiting for you. Oh shit, ik trek mijn kabels uit de speakers. Anders wordt het hele huishouden het. Anders wordt het hele huishouden het. Ik ben niks aan het doen. Ik ben niks aan het doen. Niks aan de hand hier. What the fuck is dat? What the fuck? Dit is toch compleet kansloos dit. I'm so sorry. Waar ben je nou eens sorry voor? Oh, er gebeurt hier iets. De lijn gaat omlaag. De lijn gaat omlaag. Hoe gaan jullie weer terug? Nice to meet you. Oké, dit klinkt goed. Ze werken naar kijk toe, is dat de bedoeling? Give it to me. Wordt dat What dan the hell? Ik weet niet of ze nou wel of niet goed gaat. Oh my god. Ik bedoel, je wilt niet dat je eerste film een flop is. Oké, ze gaan nu stijgen. Ja, er is pizza. Wat zijn ze aan het doen met die pizza? Oh. Maar ik ga toch niet 6,5 minuut hier naar dit schermpje zitten turen? We zitten nou gewoon de hele tijd naar een zwarte bal te kijken. En af en toe wat rare sounds die er tussendoor aan het gaan zijn. Kunnen die snelheid? We gaan die snelheid gewoon hebben. Oké, 5. Wat? Oh, dat was klaar. Oh, dat was echt heel snel. The scene is ready. Oké, we gaan even naar de postproductie. Postproductie is een hele belangrijke fase in de productie. Je hebt pre-productie, productie en postproductie. En in de postproductie ga je dus editen. Daar gaat het verhaal gaat ontstaan. Dus als je... als je scène zoog... dan kan je dat weer recht trekken. Trekken? In de postproductie. Dit is zo fucking fout dit. Oh fuck. Het is echt gewoon realistisch met tijd. Oké, speed it up. Jezus Christus. Dit is zo fout. Dit is zo fout. Nee. Het past, die titel die past niet eens op onze... En dan Gamer Geeks op de achtergrond. Oh, dit kan echt niet. Oh, we kunnen ze ook nog een beetje positioneren. Oh, we kunnen ook een sture poster maken. Maken we een stoere poster van, zo half om half. Juist, dat is het. En dan zo, Gamer Geeks Presents. Kijk, die past hier. Tibipam! Ik wil ook dat jullie deze hashtag gaan gebruiken. Tibipam! Nou, niemand cares om hem. Het gaat alleen om haar. Hij mag nog iets verder, zelfs uit beeld zo. Oké, ik vind dit prachtig. Wat is dit? Oh, je kan hier... Oh shit, je kan nog... Oh, zwart-wit? Nee. Kunnen zelfs de... Het is net alsof ik in Photoshop bezig ben. Juist. Dan wordt het fetish. Oké, prima. Oh. Waren jullie nog niet klaar dan? Ik dacht dat we al klaar waren. Kijk, huppakee. Cash. What? No money? Yeah. Hoe gaat het met het proces? Ja, heel gaat prima. We gaan Warner Brothers straks overkopen. Huppakee, tibipam! Weer geld erbij. En nog een keer. Daar komt hij hoor, huppakee. Kijk dat geld binnenstromen. Oh, nieuw movie.
Die hebben we toch al gemaakt? Ja, oh, die is klaar nu. Oh, dat was die. Oh, die andere was de poster voor de andere. En dan komt deze hier zo. Want dan is het alsof we een nieuwe actrice aan het introduceren zijn. Dan zetten we zo, die naam zetten we zo voor haar gezicht. En het alles draait om het Gamer Geeks logo. Gamer Geeks is het logo waarmee alles verkocht wordt. Gamer Geeks is het logo waarmee je al je pornfilms verkoopt. En je weet het. Allemaal voor de helft uit beeld. Want daarmee verkoop je je echte pornofilms met het Gamer Geeks logo in het midden. We doen 3 days. Nog een keer 3 days. Hou je bek met je pardon. Kom op. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. We hebben een Nee! Geen geld eraf. 3 days. Nee, ik wil geld erbij. Ik wil geld erbij. We hebben geld erbij. 2 weken, er is er geld af. Kom op. Nee, stijg, stijg. Stijg. Nee, stijg. Ik wil geld. We zijn heel ver. We zijn al in de 14e week van ons bedrijf. En het geld gaat er weer af en het geld stijgt. Kom op, over die 3. Ga richting die 6. Nee! Game over. Het geld is op. Ik kan niet meer verder. Ik ben failliet met mijn bedrijf. Ja, ik zag mijn inkomsten stijgen. En op dat kritische punt moest ik eigenlijk investeren in betere meiden. Betere locaties. Nog veel betere videoapparatuur. Maar ik hield de hand op de knip als een verkeerde ondernemer. En je ziet dat je wordt meteen gestraft. Want mijn inkomsten daalden en ik werd genaaid door de Belastingdienst. En dat voelde niet zo lekker als dat ik zag bij die acteurs die elkaar aan het naaien waren. Ja, jongens en meisjes. Ik ben klaar ermee. Ik ga mijn browser history verwijderen. Ik ga deze game deleten en ik ga doen alsof ik dit nooit gespeeld heb. Bedankt voor het kijken naar deze video. Heb jij meer interesse in dit soort foute videogames? Hou ons kanaal dan in de gaten. Want ik weet uit betrouwbare bronnen dat Bobby en Jim allebei helemaal into deze videogames zijn. Sterker nog, er zijn al een paar video's op onze website te vinden. Houd ons kanaal in de gaten of ga naar www.gamergeeks.nl.